Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgen zaterdag tegen Heerenveen. Die is dan de tegenstander. We gaan richting het Hoge Noorden, om zo maar eens te zeggen. Komen we zo meteen op terug. Eerst maar eventjes nog na afgelopen zondag. De pijnlijke nederlaag tegen Vitesse. Er werd hier verloren met 1-3. Ja, en hoe bleef zo'n trainer dan deze week? Ja, niet zoveel anders als andere weken. Als je niet het resultaat had wat je wil halen, dan ben je teleurgesteld, maar niet te neergeslagen. En ga je weer met elkaar aan de slag om richting de volgende wedstrijd te werken. En dat is ook voor mij het verhaal van deze week. Ja, je zei net ook al voor de camera, er kwam een advies vanuit wat supporters met een spandoek om je spullen te pakken. Maar dan zei je van ja, heb ik maar niet gedaan. Nee, klopt. Maar je voelt nu daar ook niet extra druk inderdaad op je, hè? Nee, maar ja, weet je, dan kunnen we het bandje van een week of 5 geleden afspelen. Daarin ben ik niet veranderd en daarin zal ik ook niet veranderen. Ik doe gewoon mijn werk en dat is het enige waar ik me op richt. En daar ben ik mee bezig. Nee, nou stond ik even buiten op het moment dat jij naar huis ging. Toen kreeg je ook nog wat verwensen hier naar je toe. En dan loop je daar met je gezin. Ik kan me voorstellen dat je daar dan wel wat van vindt. Ja, daar vind ik wel iets van. Maar dat is niet zo belangrijk, denk ik, wat ik daar op dat moment van vind. En Dat is niet leuk. Nou ja, het is toch niet gepast, toch? Nou ja, ik denk niet dat het gepast is, nee. Maar het is denk ik wel meer de normale gang van zaken tegenwoordig dat gebeurt. En ik vind het niet gepast. En je kunt teleurgesteld zijn over een resultaat van een wedstrijd. Alleen, ja, ik weet niet of het dan helpt dat je dit soort gedrag laat zien. Maar ja, dat is niet mijn normaal, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat alles wat we erover zeggen is misschien iets te veel. En laten we ons richten op het voetballen. Daarin is het allerbelangrijkste, denk ik. Ja, duidelijke woorden en duidelijke taal dus van trainer Rogier Meijer op de gebeurtenissen hier buiten het stadion toen hij naar zijn auto liep na afloop van de wedstrijd richting hemzelf en richting zijn gezin. Niet goed. Wel een pluspuntje vond ik afgelopen zondag weer. Magnus Metsen. Ja, hij is belangrijk voor het team, dat wilde hij ook. Hij scoort tegenwoordig ook voor het team. Hoe is het nu met hem? Ja, ik voel me lekker en ik heb een goed gevoel. Ook voor morgen. En nu heb ik 4 doelpunten gemaakt. Dus dat vind ik prima. Ja, je zei begin van het seizoen. Ik wil belangrijk zijn voor het team en doelpunten maken. Nou, ik vind dat je die beide dingen al gewoon prima invult. Ja, ik denk ook. Ik denk dat nu heb ik 4 gescoord. En vorig jaar heb ik ook 4 gemaakt in 30 wedstrijden of zo. Dus ja, dat is natuurlijk beter. En ik voel me ook belangrijk voor het team. En dat is ook heel goed. Ja, dan gaat het de afgelopen week ook over de fitheid vaak van spelers, hè? Je ziet dat sommige spelers niet helemaal een wedstrijd kunnen uitspelen. Hoe zit dat nu eigenlijk? Nou ja, als een speler aangeeft dat hij niet meer verder kan, ja, dan moet hij eraf. En het heeft ook te maken met het voortraject en soms ook met de geschiedenis van spelers. Het is niet zo gezegd dat als jij 6 weken voorbereiding hebt gemist en je traint erna 6 weken dat je het ingehaald hebt. Ja, dan zit je op een ander niveau. En wedstrijden zijn denk ik heel zwaar. Dat vergissen mensen zich wat daarin gelopen wordt. En ja, dan heb je ook een blessurerisico. Dus ja, alles neem je mee en uiteindelijk neem je ook de mening van de speler zelf mee. Dus dat zijn de keuzes. Ja, dat is een mening van Senla. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien een beetje angst bij hem ook in zit. Speelt dat bij hem dan ook een rol? Dat hij zegt van nou ja, wissel me dan maar eerder? Nou ja, dat zou je aan hem moeten vragen, denk ik. Ik denk dat hij dat beste zelf kan uitleggen. Maar op het moment dat hij zegt ik ben niet meer 100%, ja, dan, ik wil eruit op dat moment, ja, dan komt hij eruit. Ja, dat twijfel je dan ook niet op tegen hem te zeggen van hey, kom op, nog even door. Want het is wel een verschil of je met natuurlijk Sandor nog achterin speelt of met iemand die je op de bank hebt zitten. Ja, dat hij kwaliteit heeft, dat staat buiten kijf. En dat laat hij ook zien, denk ik, op het moment dat hij er speelt. Alleen, hij heeft natuurlijk ook een bepaald verleden met blessures. Dus daar ben je altijd op een bepaalde manier voorzichtig mee. Zonder daar helemaal, zeg maar, te denken van ja, we gaan. We nemen geen risico. Er zit altijd een bepaald risico aan. Alleen, ja, het is ook het gevoel van de speler zelf. Ik zit niet in de wedstrijd. En dat probeer je met elkaar zo goed als kwaad als kan te overleggen. Ja, dan richting Heerenveen die wedstrijd. Hè. Dat wordt weer een heet potje daar in het noorden. Want die hebben ook de punten hard nodig. Hè. Als daar verloren wordt thuis van NEC, dan zal de crisis daar alleen nog maar toenemen. Maar die punten zijn ook nodig bij NEC. Kortom, de druk staat erop. Nou, wat een interessant duel, denk ik. Ik bedoel,
ploeg had zich de start denk ik, van het seizoen anders voorgesteld. We hebben ook gewoon kwaliteiten op het veld staan. Alleen loopt het nog niet zoals ze graag zouden willen. Nou, dan speel je een thuiswedstrijd. Daar zul je ook een bepaalde druk in voelen. Ja, wij moeten ons richten op ons eigen spel. Het eerste uur tegen Vitesse, daar zullen we mee verder moeten. En als we dat kunnen leveren, hebben we denk ik een goede kans om resultaat te halen. Maar ik denk dat we hebben een goede kans om 3 punten te pakken. Ik denk dat deze week hebben we heel goed getraind. Dus ik voel me goed voor morgen. Welke spelers kunnen er 90 minuten spelen? Dat moet blijken in de wedstrijd, maar ze zijn verder dan de vorige week. Dus, dezelfde 11 weer gewoon? Want dat gaat best goed, hè? Nou, die kans is wel vrij groot, ja. Ja, ook Rogier, Meijer, laten we een beetje doorschemeren dat morgen waarschijnlijk dezelfde 11 zullen gaan starten als de afgelopen weken. De wedstrijd morgen natuurlijk zaterdag weer te volgen. Als je niet richting Heerenveen gaat bij RN7, je kunt gewoon inschakelen, want onze verslaggevers zijn er wel bij. Dus die zullen op de radio live verslag gaan doen. En wij zijn natuurlijk volgende week weer met een nieuwe update. Een tussentijd blijf je op de hoogte, altijd via mijn X-kanaal of Instagram. Kijk daar eventjes op. Of op TikTok, daar zitten wij tegenwoordig ook. Ja, echt waar. Leuke video's daar, andere video's als in de update. Graag tot de volgende!